Hollandia binnen. Daar ligt dan Hollandia. Een haven waar druk wordt gewerkt om de inschakeling in het wereldverkeer zo sterk mogelijk te bevorderen. Maar als stad te vergelijken met een klein Nederlands provincieplaatsje. Hollandia bezit een levendige haven. Het is de hoofdplaats van het land en de zetel van de gouverneur. Voorts is het de grootste stad van Nederlands Nieuw-Guinea. Hollandia groeit gestadig. De jonge stad met ruim 14.000 inwoners ligt aan de prachtige Hondolpaai. Ongeveer de helft van de bewoners zijn Papoea's. En natuurlijk wonen er Papoea's in de dorpen in de omgeving. Mooie autowegen verbinden enkele daarvan met de stad. Ik herinner mij heel veel van die tijd dat als kleine jongen mocht je dan met je vader mee naar allerlei winkels om rood gekleurde stof of groen gekleurde stof te kopen. En ik herinner mij dat bijna alle winkels uitverkocht waren. Mijn vader kocht ze allemaal op, maar ik had nooit begrepen waarom. In de stad moet men zijn voor de winkels en voor de markt. Op de spitsuren is het in Hollandia zo druk dat het verkeer geregeld moet worden. Het wordt geregeld. Door Papoea verkeersagenten. Hollandia is een oosterse stad. En dat betekent dat er dus Chinese middenstanders zijn. Chinese toko's, rommelig, propvol en gezellig. Dichtbij het 8 maanden oude postkantoor. Verzamelplaats van alle brieven naar en uit Nederland. Hier staat ook het Orient Theater. Een van de twee Hollandiaanse bioscopen. Hedenavond Cary Grant en Betsy Drake. Het is binnen, koeler dan buiten. Werken Papoea's eigenlijk wel? En kan hun werk vergeleken worden met Europese opvattingen? Misschien gaat het op de Nederlandse markt met standwerkers drukker toe. Maar ook deze kleinhandelaren zijn tegen de avond hun groenten, vruchten, fruit en pluimvee wel kwijt. De Bazar, de markt van Hollandia, waar men iedere dag, op zondag na, terecht kan. Voor de autorit naar die winkels en overal een beetje snoep krijgen, ja, dat was heerlijk. Totdat op 4 april 1961, aan de vooravond van de opening, dus de officiële opening van de Nieuw-Guinea, dat is dan 5 april, een groot barappen, en barappen is dus het klaarmaken van voedsel onder de grond met hete stenen en met cassave en zoete aardappel, varkensvlees. Wat je lekker vindt, dat stop je daarin. Dat is een gigantisch groot festijn. En ineens zag ik allemaal dansers uit de biathlongroep, dus onze groep. Allemaal met mooie paradijsvogel en trommels en speren. En met name vooral, bovenaan zijn dat de machetes, want daar zijn wij als biathlon bekend om. Allemaal in het rood en groen. En toen zag ik, oh, dat is tof waar we afgelopen weken alles voor. Enthousiasme kenmerkte ook de volksdansen, die door groepen uit de verschillende districten van het land en door een groep uit Australisch Nieuw-Guinea werden uitgevoerd. Op een gegeven moment zag ik mijn oom Wawerumtu, een biaker die ooit in het verleden naar Halmahera is geïmigreerd. En liep ook, hij was ook beroemd omdat hij altijd op schoenen liep. En als Papoea in schoenen, en dan als het nog Robinson schoenen zijn van leer, ja, dan ben je wel iemand hoor. Maar met die culturele dansen moest je allemaal op blote voeten. En die hele groep die danste geweldig, behalve deze ombouwen roente, want die kon niet op die scherpe stenen lopen. En dat is wel zo'n komisch gezicht. Nou, dat is mij steeds bijgebleven, dat hij aan het stuntelen is om vooral bij zijn groep te blijven, want ik hoor ook bij deze groep. De volgende dag bij de festiviteiten van 5 april stond ik met een klein Papoea vlaggetje ook in de rij der mensen. En ik vond het geweldig om mijn vader daar weer in een andere setting te zien. Want ik ken mijn vader natuurlijk met zijn vlinderdassie en zijn nette pakken altijd. Maar ik heb nooit begrepen waarvoor en waartoe en waarna.
Ten slotte arriveert de gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea. Met de instelling van de Nieuw-Guinea-raad is een centraal vertegenwoordigend lichaam voor de bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea geschapen. De raad zal mede oordelen over de wijze waarop de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht kan worden voorbereid en te zijner tijd verwezenlijkt. Dan spreekt de koningin. Aan ieder mens en ieder volk komt het recht toe op vrijheid en onafhankelijkheid. En allen moeten zij dit recht mogen uitoefenen, zo zij dat willen. Die hele verdere dag was er feest in Hollandia. Zo werden in een der straten onder grote belangstelling wielerwedstrijden gehouden, waaraan de jeugd zich met veel enthousiasme overgaf. Daar gaan de kinderen naar school. Ik zit op die internaat in Kotaraja, bij die middelbare school. Dat bij ons heette PMS, primaire middelbare school. Dan had je je eigen ritme. En het weekend kom je dan thuis. En dan in Hollandia Haven. Ja, en dan gaat het leven weer verder. Deze ontwikkeling moet leiden naar volledige zelfstandigheid. En deze is slechts te bereiken wanneer zich een voldoende aantal intellectuelen heeft kunnen vormen dat zich straks met de leiding van het volk kan belasten. Daartoe dienen onder meer de lessen aan de primair middelbare school, die een voorbereiding kunnen vormen voor verdergaand middelbaar en hoger onderwijs, welke laatste dan in Nederland moet worden gevolgd. Uit deze leerlingen kunnen later leidende ambtenaren worden gevormd en vertegenwoordigers van de bevolking. Gelijk deze figuur, Marcus Cacciepo, die in dit opzicht reeds een taak vervult door onder meer deel uit te maken van de South Pacific Conference, hier sprekend voor de microfoon. Onderofficierswoningen in Hollandia. Een eigen huis, zoals men zich dit in Nederland maar al te graag zou wensen. Moeders, de kinderen, het gezinsleven. Ja, de Nederlanders en de Papua's, dat zijn natuurlijk twee gescheiden werelden. Sowieso door de taal. Hier wonen deze vissers. Niet zo luxueus en comfortabel, maar westerse begrippen, boven het water. Zoiets als een Nieuw-Guinees schiethoorn. En waar in elk geval de jeugd zich al op voorleeftijd met het water vertrouwd maakt. Hamadi. Bestaande uit geriefelijke woningen, aangepast aan moderne papelwijzen. Met een baai op de achtergrond. Een voorbeeld van goede woningbouw voor de inheemse bevolking. Je praat niet met de Nederlander, dus mijn vriendenkring bestaat alleen maar uit jongens die Indonesisch kunnen praten, of zoals wij in die tijd dat noemen, Maleis. En de reacties zijn dezelfde. De begrijpelijke opwinding wordt daarna afgekoeld. En ieder kind doet dat zo op zijn manier. We hadden in het onderwijssysteem hadden wij zeg maar de algemene lagere school, waar ik dan met succes doorlopen heb, mag ik nu met trots zeggen. En de Europese lagere school, dus dat zijn zeg maar Nederlanders en Indische Nederlanders die dus Nederlands praten op die school. En wij hebben gewoon Maleis. Dus dat betekent dat er gewoon tweetalig onderwijs apart naast elkaar blijven bestaan. En dan is er het altijd heerlijke strand en het zwembad. Maar meestal zijn Papua vrienden en wat we noemen Ambonese, Kayese vrienden. Omdat je allemaal in dezelfde wijk zit en daar wonen. Nou, niet zoveel Nederlanders in de wijk. Men moet hen behoeden voor de demoraliserende invloed van verveling en niets doen. Werken alleen is niet voldoende om de dagen van een jaar te vullen. Er moeten mogelijkheden tot zinvolle ontspanning worden geboden. Voor kinderen zullen dat vooral spelletjes zijn, mits die hen voldoende boeien. En datzelfde geldt ook ten opzichte van de kinderen en de volwassenen van het land zelf. Dus de buiten, mooie huizen buiten de ring, zeg maar. Dat waren de ambtenaren, dat wist ik ook natuurlijk niet, maar dat waren de ambtenaren. En met de resident enzovoort. En binnen in de wijk zelf, in de kampong zeg maar, om een beetje idee te hebben. Ja, daar zit de rest van het zootje, dus daar speelden we ook. En reeds is een aantal huizen in gebruik genomen. Zo wordt het leven steeds behagelijker in de hoofdstad aan de Humboldtbaai.